is ook een nieuwe video, Hielp kan Floris. En vandaag gaan we weer Pokémon kaarten openmaken. Ben je niet geabonneerd? Abonneer. En ik ga zo uitleggen waar dit om gaat. Maar eerst wil ik even vertellen, of wil ik eigenlijk de Cardstore bedanken voor het sponsoren van deze video. En ben jij ook op zoek naar Pokémon kaarten? Cardstore.nl is the place to be. Linkje bovenaan de beschrijving. En Cardstore en ik hebben ook een actie. Elke video, elke Pokémon video, zondag om 5 uur, dan upload ik Pokémon, willen wij een 10 euro giftcard weggeven. Die je kan uitgeven op cardstore.nl. Dat is gewoon gratis 10 euro om aan Pokémon kaarten of andere kaarten uit te geven. Maar daarvoor moeten we wel op elke video de 500 likes halen. Op de vorige video is dat gelukt, dus ik denk dat dat geen probleem moet zijn. En als je wil meedoen, moet je dus een like achterlaten. Geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet Cardstore volgen op Instagram. Hun Instagram komt nu in beeld en een linkje in de beschrijving. En je moet mij volgen op Instagram. Komt nu in beeld en een linkje in de beschrijving. En als jij die 4 dingen gedaan hebt, dan moet jij even jouw Instagram naam achterlaten in de beschrijving. En dan maak ik de winnaar de volgende video. Dus over een week, op zondag, bekend. En dan komt er een nieuwe giveaway, mits we de 500 likes gehaald hebben. Maar in deze nieuwe serie, wat ik dus doe, is om de week upload, om de week open ik 9 pakketjes. En deze week is het Fusion Strike, de set Fusion Strike met de Mew. Volgende week wordt het weer Evolving Skies, dan weer Fusion Strike, Evolving Skies. Zo wisselen we af, open ik 9 pakketjes uit een boosterbox. En aan het einde van de video ga ik een map bijwerken waarin ik deze set verzamel. Fusion Strike en Evolving Skies. En dan kunnen we dus aan het einde van de video en aan het einde van de serie soort van, kunnen we kijken hoe ver wij zijn gekomen in het verzamelen van deze 2 series. En dan kan je ook kijken of jij misschien wel leuk vindt om deze serie te gaan verzamelen. 1, 2, 3, 9 pakketjes dus per video. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, leg ik de boosterbox eventjes weg. Hebben wij 9 pakketjes verzameld? En jammer, wij gewoon lekker strijden. Gaan we even 1 keer checken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik kan gelukkig tellen. Oké. Dit is de eerste video dat ik de Fusion Strike openmaak. Dus ik ben heel benieuwd wat ik kan verwachten. En we gaan dus straks ook een lege map bijwerken. Want de map is nu nog leeg. Ik heb wel heel wat Fusion Strike kaarten al in een andere pack opening gekregen, zeg maar. In andere producten. Dus eerst, die ga ik nog niet bijwerken, zeg maar. Die ga ik nog niet in de map doen. Dat doe ik pas als we klaar zijn met de boosterbox. Maar dan kan ik ook de map, zeg maar, nog verder uitbreiden. Want ik heb al heel wat kaarten van Fusion Strike. En waarschijnlijk ook van Evolving Skies. Maar volgens mij niet hier in Spanje. Volgens mij ligt dat in Nederland. Maar jongens, de sleeves zijn ready. Mijn vingertjes zijn ready. Jullie zijn ready. En we beginnen met een Grass Energy. En daarna Spongy Gloves. Corviknight Squire. Sandslash. Galarian Zigzagoon. Mankey. Chillamankey. Een Clownshire. Growlithe. Stuffle. In de nacht. Lekker aan het chillen. Oeh, Reverse Hollow Rare. Vikevolt, lijpe kaart. En de laatste kaart, kom op. En we beginnen helaas niet met een hollow of beter Azumarill voor de allereerste hit. Gaan we door. Volgende pakketje. Gengar VMAX op de voorkant. En ik weet niet heel veel van Fusion Strike, dus ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dan kan ik gewoon zo'n, ook al is de set niet, dus niet de nieuwste set. Het is een redelijk nieuwe set. En zo kan ik die set ook beter leren kennen. Zeker als we het zo doen als we nu aan het doen zijn. Met zo'n hele map verzamelen. Vind ik een leuk idee. Cross Switcher. Alrighty. Een Garbodor. Dit vind ik altijd zo'n rare Pokémon. Ik snap Garbodor niet. Ik snap de Pokémon niet. Zo, jongens. Ga ik deze naam goed uit kunnen spreken? Payukumuku. Nee, wacht. Overnieuw. Payukumuku. Misschien was er, zei ik het wel goed de eerste keer. Payukumuku? Payukumukumuku. Moeilijke naam en een apart plaatje ook. Hebben we hier een Sandscrew. Hebben we hier een Cufant. Oké, er zijn mooiere Cufant artworks dan deze. Dit is een hele aparte. Een Impidip. Vind ik een hele vette Pokémon. Speelde ik ook mee in de Pokémon Sword and Shield. Die heb ik gespeeld op de Nintendo Switch. Hebben we hier Snom? Hebben we hier Onyx? Hebben we hier een Reverse Holo Snubbull? En oeh, het leek heel even of hij
een of andere manier leek in Yolo was. Wel een hele vette kaart, zeg. Toxicroak. Hele lijpe kaart, maar helaas geen holo. Maar wel een lijpe kaart. Lijpe Pokémon ook. Gaan we door naar pakketje nummer 3. We hebben nog steeds geen joeie hit gekregen. Pakketje nummer 3. Ik zie al een Shellder. Ze hebben in ieder geval een Shellder, dat weet ik alvast. Wel even scherp stellen. Ik zal eerst even die kaarten zo doen. Hoppatee, Fight Energy. Tik op het schermpie. Hoppatee, lekker scherp. Hey, een Turtonator. Wow, lijpe kaart. Draaktype dus. Heel vet, heel vet, heel vet. Hebben we hier de gekke Puyukumuku. Of zoiets. Een Schoolgirl. Oké. Een Shellder. Voltorb. Psychedelic Voltorb. Vind ik altijd niet de mooiste artworks als hij zo psychedelic is. Net zoals dat die Puyukumuku. Was volgens mij ook best wel psychedelic. Pensage Broccoli. Een Cufant. Oeh, dit is wel een mooie kaart. Even inzoomen. Een Gligar. Dat is een mooi kaartje. Gligar. Oeh, dit is ook een lijp hoor. Zarude. Oeh, dit is een hele lijpe artwork. Een Reverse Holo Zarude. En laatste kaart. Virizion. Een soort groene Bambi. Oké. Oké. Waar blijven de hits, jongens? Waar blijven de hits? Waar blijven de hits? Vierde pakketje. Nog geen hit, maar je weet het niet, hè? Vorige video ook... Oh nee, wacht. Ik zal het niet spoilen wat er vorige video gebeurde. Maar toen kregen we ook een hit. Ik zal niet meer spoilen. Oké, okay, let's go. Bam, vuur. Kijk, dit is een goed teken. Ik weet niet waarom, maar het voelt als een goed teken. Het voelt als een goed teken. We hebben hier Charjabug. 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 We hebben hier Judge. Scheidsrechter. Oké, okay, Judge. Oeh, ook vette kaart. Excadrill. Ik vind zulke normale kaarten ook vet. En dat vind ik zo leuk aan zo'n set. Want normaal gesproken, als je het niet in zo'n map doet, dan boeien je dit soort kaarten niet in principe. Die kijk je één keer naar en dan leg je ze weg. Maar in zo'n map is het soort van vetter om ook gewoon die normale kaarten te zien. Want dat is allemaal bij elkaar. Ik kan lekker door bladeren en zo. Goed verhaal, Floris, maar je snapt waarschijnlijk wel wat ik doe. Bedoel, Indeedee, die gewoon in een heel normaal huis zit. Growlithe, hadden we in het eerste pakketje. Phalanx. Morpeko Rage Mode. Oké, Morpeko. Die is niet zo blij. What the hell? Dit kaart? Dit is toch een hele zieke kaart. Hij is waarschijnlijk een euro waard of zo. Of minder. Maar dit is toch een hele vette Reverse Holo Toxtricity. Hele vette artwork. Rare ook. Lijpe kaart. En... Holo? Weer geen hit. De eerste vier pakketjes hier. Geen holo. Galarian Cursola. Dan vind ik die Toxtricity nog 6 keer zo vet. Eerste vier pakketjes, helemaal geen hit. Gelukkig openen we er geen 4, maar 9. Ik zal even checken. Ja, 9. Ik heb echt weinig vertrouwen in mijn telskills. 9 pakketjes in één video. Het is ook gewoon lekker veel. Kunnen we lekker doorrammen. Hoppatee. 1, 2, 3, 4. Kom. Deze moet... Nu moet het wel, weet je. 4 keer op rij niks. 5 keer op rij, dan wordt het wel een beetje gimmig. We hebben hier een Fighting Energy. We hebben hier een Crossiver. Right, hey, Sligo. Een draak-Pokémon. Een Clowitzer. Ook wel een lijpe. Ook wel een lijpe Pokémon. Vaak heb ik het niet, ben ik niet zo van de vissen. Baltoy. Vond ik vroeger ook wel een redelijk vette Pokémon. Ik weet niet waarom eigenlijk. Galarian Corsola. Quillfish. Vulpix. Vulpix en Ninetales zijn kaarten. Zijn Pokémons waar heel veel mensen die vinden die heel vet. En ik vind ze echt 16 keer niks. Ik weet niet waarom, maar ik heb het niet met die twee. Chansey. Oeh, vette kaart. Reverse Holo Mirail. En laatste kaart. Kom op! Wat de hel gebeurt hier? Kangaskhan. Ziek dat je met zoveel gewicht zo'n lijpe kick kan maken. Maar ik ben hier niet zo blij mee, Kangaskhan. We hebben... Oké, dat betekent... Je krijgt altijd hits in een boosterbox. Dus... Dat betekent dat we gewoon echt slechte luck hebben gehad. Of een beetje pech hebben gehad met de eerste 5 pakketjes. Maar dat betekent dat we nu extra veel krijgen in de komende pakketten. En misschien is deze hele video wel veel ongeluk. Maar dat betekent dat we extra veel geluk krijgen in de video's daarna. Dus als altijd, we kijken het altijd van de positieve kant. Er zijn nog 4 pakketjes. Misschien krijgen we 4 keer een hit. En dan is dit opeens de lijpste video ooit. Hè? Je weet het niet, je weet het niet. We hebben hier een Psychic Energy. En dan een Scentiscorch. Een Bugcatcher. Ja, pak die vliegjes. Ik haat bugs. Een Fusion Energy Strike. Nee, Fusion Energy Strike. Een Fusion Strike Energy. Een Eevee. Mudkip. Hele lijp Pokémon.
niet de mooiste artwork, maar ook geen slechte artwork. Caterpie. Hey, een blije Morpeko. Geen boze Morpeko. Een Eevee. Ik wil weer... nee, niet heel bijzonder. Panguro, Reverse Holo en... Gau! Oké. Misschien wel een fan favorite. In ieder geval top 3 populairste Pokémon, denk ik wel. Nou, top 5 sowieso. Van alle Pokémon, de Greninja. Misschien wel top 3. Greninja, een hele populaire Pokémon. Ja, ik heb die hele serie niet gevolgd, zeg maar. Dit is generatie... 5 of 6. Oh nee, ik durf het niet te gokken. Het is in ieder geval een generatie die ik niet ken. Want generatie 5 en 6... toen keek ik niet Pokémon, speelde ik geen Pokémon. Dus die heb ik helemaal niet. Dat wil ik ooit nog. Het is trouwens X en Y, dus het is dan 6. Het is generatie 6 trouwens, dus X en Y, bijna zeker. In ieder geval, Greninja, hele vette Pokémon. Ja, ik weet het dus niet heel veel van, maar ik weet dat het een hele bekende is. Ook omdat Ash deze Pokémon had. En ik wil dus ooit een keer die anime terug gaan kijken. Maar kijk, we hebben nu een Greninja V. Lijpe Pokémon ook. Kijk, je kan V-kaarten krijgen en dan gewoon van Pokémon's, ja, die gewoon niet boeien. Maar Greninja is dan wel gelijk... denk ik een van de betere Pokémon's die je kan krijgen in de set als V-kaart. En we zijn weer back, jongens. We zijn weer back in de game. En ik heb zo'n gevoel dat dit niet de laatste hit gaat zijn van de video. Ik weet niet hoe het aan bij jullie zit. Maar ik voel dat dit niet de laatste hit van de video is. Lopunny. Iedereen zegt lekker aan het rapid strike en kicks aan het geven. Dit vond ik... Ik vind elke Pokémon leuk, lijkt het wel. Nee. Maar deze Pokémon vond ik vroeger ook heel vet. Hariyama. Ik weet niet waarom. Ik had het heel erg op deze Pokémon. Een Breloom. Zo, dit is een oude Pokémon. Dit is generatie 2 volgens mij. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom ik aan deze Pokémon kijk en denk van... dit is een oude Pokémon. Ik heb geen idee waarom ik... ik weet niet. Muriel. Helioptau. Rare artwork. Moet je kijken hoe space zit. Al die kleine stipjes. Geen idee wat Helioptau daar aan het doen is. Midden in de woestijn. Voloo. Gossifleur. Met die weer. Daar hebben we weer die Breloom. En laatste kaart. Wacht, is dit holo? Nee. Het leek holo door deze rechterkant. Electros. Op zich wel een vette kaart. Maar ja, er zit nog steeds alleen met die Greninja V hier. Dat is er niet voorbij, boys. Altijd de moed hoog houden. Dat is geen goed Nederlands. De moed hoog houden. Ofwel, niet twijfel ik. Laten we gewoon gauw doorgaan. Met een ras energy. Kijk. De Q-Fant was echt een lelijke kaart. En dit is dan weer een hele lijp, hè. Copra Jaw. Hebben we hier Cook. Hebben we hier... ook een lijpe kaart. Macargo. Een Sizzlybeed. Klefki. Ik wou eerst zeggen van... eerst keek ik naar het plaatje. Zat ik al in mijn hoofd van... Kijk, ik ga zeggen dat het echt raar is dat dit een Pokémon is. En dan kijk je naar de naam en heet hij Klefki. Nou, dan... dan bevestig je helemaal, Klefki. Maar ik zal je nooit vergeten. Het is nu, wel, nu zit het wel in mijn hoofd. Klefki, ze zijn de sleutels. Woeloo. Pancham. Mooie tekening ook weer. Pancham aan het wachten op zijn vader of zo. Ik weet niet. Hij is in ieder geval aan het wachten. En de zon is bijna onder. Totodile. Legend. Reverse holo. En als laatste kaart. Het is weer geen holo. Wat is hier aan de hand? Het is niet de beste opening. Vikavolt. Dit kunnen we goed maken door de laatste pakketje helemaal de lucht in te rammen. Door minimaal een V-Max. Als dit niet een V-Max of beter is. Of een Full Art is beter dan een V-Max. Als dit geen V-Max of beter is. Moet ik eerlijk zeggen. Dan is dit niet een geslaagde video. Maar belooft het wel heel veel goeds voor de volgende Fusion Strike video. We blijven in het thema. We eindigen met een Psychic Energy. En we hebben hier een Wick Leads Off. We hebben hier een Falix. Weer een Psychedelic Simsir. Beetje framed. We hebben een Onix. Een Jigglypuff. Ik voel hem opeens, jongens. Durant. Pansir in de boom. Minum en Plusum daar achterin. Boom. Mooie Chili en Chuli en Chalan. Chili, Chalian en Crash. Enkel, ik voel hem. V-Max 3, 2, 1, boom. Bitter freaking V. Oké, het is in ieder geval een holo. Maar dit is minder dan wat we gemiddeld zullen krijgen. Wat betekent heel veel goeds voor de volgende Fusion Strike video. Die over 2 weken online komt. Maar, boys. Klik niet weg. Want ik ga nu de map vullen. En dat is eigenlijk, maakt nu niet uit dat we dit krijgen. Want ik kan alsnog heel veel, de map heel goed vullen. Dus ik ben zo weer niet terug.
als de map gevuld is. Ben ik weer, kost me evenveel tijd. En wat me nu dus opviel, ik zou trouwens wel waarschijnlijk weer mijn facecam wegdoen. Maar wat mij opviel, is dat deze set... Zit er gewoon, wacht eventjes hoor, er zitten gewoon 264 kaarten in. Het is een mega grote set wat voor- en nadelen heeft. Voordeel is dat je heel veel nieuwe kaarten kan krijgen. Ik heb ook bijna geen dubbels, veel minder dubbels als bij, toen bij Evolving Skies. Maar het nadeel is natuurlijk dat het er heel leeg uit gaat zien, zeker op het begin. Maar we gaan het even kijken, we hebben hier de gras-Pokémonnen. Ik heb trouwens de, kijk hoe leeg trouwens hier, hoppa. Bijna geen kaarten, maar ik heb trouwens de paarse map gekozen. Want paars, ja, is een beetje het thema van Fusion Strike natuurlijk. Hier is het nog heel leeg en de map is sowieso nu nog heel leeg. Maar dat is het leuke aan deze serie, dat de map steeds voller gaat worden naarmate de serie verder is. Dit is dan wel een redelijk gevulde pagina. Hier gaat het van de vuur-Pokémon naar de water-Pokémonnen. Heel veel water-Pokémonnen zijn er in totaal. Daar is onze Greninja V. En dan hebben we hier van water door naar elektrisch. Niet heel veel elektrisch, want hier is alweer de Psychic Pokémonnen. Ook niet heel veel Psychic. Gaan we door naar Fighting. Wel redelijk wat Fighting, want deze twee pagina's kunnen vol zijn met Fighting. Fighting, Fighting. Gaan we hier over naar Dark. En daar heb ik er dus drie van. Ik vind dit dus een hele vette kaart. Heb ik er nu drie van. Of aan de andere kant. Oh nee, aan de andere kant ook weer Dark. Gaan we over naar Steel. Staal, Steel. Daar is Steel, gaat over naar Dragon. Heel weinig Dragon, moet je kijken, want hier begint Dragon. Of misschien hier, dat weten we nog niet. Hier begint hij en hier is alweer Normal. Dus er zijn niet veel Dragon Pokémonnen in deze set. Hebben we hier Normal, 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 Normal. Altijd veel Normal. En hebben we hier de trainerkaarten. Pam, 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 pam. En dat is de laatste kaart die we hebben, dit. En dat is nummertje 244. Dus er zijn nog 20 normale kaarten. En dan komen natuurlijk al de Full Arts en al die troep. Super mooi. Dit was de Fusion Strike. De giveaway, hoe je moet meedoen. Kijk de video nog een keer of kijk in de beschrijving. Nogmaals bedankt cardstore.nl voor het sponsoren. Zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot dan eens.